Ja, ik zet hem even op zoek, ja? Ja. Maar wat moet ik nou met Ger dan? Ik vind het zo moeilijk. Ik zou me hier ook echt helemaal kapot aan irriteren. Ja. Dan weer Milene, dan weer Shelly, dan weer jij. Ja. Ja, ik denk dat je dat wel moet accepteren. En anders moet je hem gewoon echt laten gaan. Weet je wat het is, Poes? Je gaat bijna naar buiten, hè? Ja, daarom. Daar wacht zat op je. Echt ja, meer dan zat. Kan ik beter dat doen, hè? Ja. Ik bedoel, ik accepteer het al lang genoeg, snap je? Ik accepteer het al een half jaar lang. Ja. En dat is prima, maar wil ik dat imago nog? Nee, nou ja, kijk, niet. Als je daar ooit nog vanaf wil komen, moet je dit nu doen. Ja. Want als jij dan over 6, 7, 8 weken naar huis gaat, dan is iedereen het vergeten. Ja. Ja? Maar als je dit dorp of volhoudt tot het einde, dan niet. Ja, en weet je wat het is? Nu slapen ze natuurlijk in Martelen, dus dan is het makkelijker om nu afscheid ervan te nemen, snap je? Ja. Ik bedoel, dan lagen we seks te hebben en daarnaast waren allemaal foto's van, weet ik veel, chickies met hem. Ja, dat en dan denk ik van, oh, kan toch niet. Toen zag ik dat, dan ben ik ook gelijk weggegaan, weet je wel. Ja, geloof ik. Oh, wat erg. Ja. En dan zat ik net boven en dan ging Milena hem weer masseren en deed hij zo, wat hij ook altijd bij mij doet, weet je wel. Echt? Oh, ja, dat lijkt me helemaal erg als hij dat dan altijd bij jou doet en dan zie je dat dan bij een ander doen. Hij doet precies hetzelfde. In de wangen knijpen en dat soort dingen en denk ik van, oh, wat erg. Ja. Ja, nee, je moet klaar zijn, toch? Ja, alleen je moet wel voor jezelf zeker weten dat het ook echt klaar is. Want als het niet klaar is en het is klaar, niet klaar, klaar, niet klaar. Ja, maar hoe ga ik dat doen dan? Ja, dat is echt super moeilijk. Zeker hier, want je ziet elkaar heel de dag. Ja. Dus vandaag ben je boos, morgen ben je niet meer boos, ben je het alweer vergeten. Ja. Omdat je hier zit. En ja, dat is gewoon zo moeilijk. Ik moet gewoon niet meer naar hem toe gaan, snap je? Nee, maar waarom doe je dat elke keer wel? En waarom zou je dat nu niet meer doen, snap je? Ja. Nou, nu zie ik gewoon in hoe hij is, snap je? Simpel, het gaat hem niet om mij. Nee, het gaat hem niet om jou, absoluut niet. Dus, als ik daar aan denk, dan lukt het denk ik wel. Je moet gewoon proberen te denken aan de momenten zoals nu, weet je? Dat je boos bent, dat je denkt, flikker op. Ja. Zo, ik val bijna mijn mond. Ik zag het. Zag je het? Ja. Oh, hier. Wat doe je? Nee, ik heb een heel droog gezicht. Maar dat, althans, als je het makkelijker wil maken voor jezelf, moet je dat doen. Ja. Ja, want ik heb ook echt bij hem aangegeven een tijdje geleden dat ik het irritant vind als hij iedere keer achter Shelly aan zit, weet je wel. Ja, maar wat zegt hij dan? Ja, niet zoveel. Niet oké, of ik snap het, of nou ja, wat lul je, of ja, eerlijk helemaal gezegd, niks. Ik weet het niet eens meer. Ja. Nou, dat is niet heel veel indruk gemaakt. Ja, dus en hij blijft het ook doen, dus ja. Maar wat ik wel merk iedere keer, is het, ja, Brandon dit, Brandon dat, weet je wel. Van hem? Ja. Huh? Dus dat vind ik ook wel raar. Begint hij daar dan over? Ja, iedere keer. Hoezo? Weet ik dus niet. Wat zegt hij dan? Ja, je vindt Brandon leuk en echt? Ja, dat. Is dat weer nieuw? Nou ja, dat zegt hij al heel lang, maar ja, oké, maar dat is toch ook al lang geleden? Dat ja, hij maar hij zegt het nog steeds. Oh. Ja. Nou, dan is hij toch ergens een soort van jaloers. Ja, nou ja. Hij moet niet denken dat hij alles kan maken en ik niet ofzo. Nee, absoluut niet. Dat vind ik ook al, Poes. Maar dat denkt hij nu wel. Ja, daarom. Ja. Is de deur op slot? Ja. Lekker man. Ik heb het kippen ook niet op slot gedaan. Oh nee. Dus ze gaan lekker kut slapen hiernaast. Nou, jammer joh. Echt geen zin. Nee, daar zou ik ook echt geen zin in heb. Iedere avond weer, terwijl ik in de caravan slaap, toch? Ja, doen ze het toch lekker zelf? Ja. En of Milan? Ja, die woont ook in de buurt. Ja. Hier slaapt toch niemand. Wat vroeg je ervan dat Charlie er lenzen in had?
Ja, echt weer wat voor Shelly, hè? Ja. Ja. Oh, die dans ook. Ik vond het zo ongemakkelijk. Nou, maar het ging wel goed. Alleen het begin niet. Oh, dat toen dacht ik echt van, ik ben echt aan het stumpen. Echt? Ja. Oh, nou, ik zag dat echt niet, maar dat komt denk ik omdat ik het niet wist. Was ik aan het lachen? Ja? Ja, lachen? Nee, ik keek wel gewoon vriendelijk. Oh, chill. Ja? Oké, beter.